Heb je wel eens net na werktijd dat je iets bedenkt wat je echt niet mag vergeten morgen? Nou, dan ben je misschien geneigd om jezelf een mail te sturen. Maar daar is een hele handige app voor en die deel ik met je in deze video. Misschien stuur je jezelf af en toe wel eens een keer een mailtje, omdat je jezelf wil herinneren aan iets belangrijks wat je echt niet mag vergeten. Nou, dat is altijd al beter dan iets in je hoofd opslaan, want je hoofd kun je niet helemaal vertrouwen. Dan kun je jezelf betere mailtjes sturen en dan vind je het weer terug in je mailbox. Maar om nou helemaal je mail-app te openen op je telefoon, als je die überhaupt hebt op je telefoon, ik heb hem namelijk niet, dan moet je zelfs je hele computer openen en jezelf een mailtje sturen of het gelijk op je takenlijst zetten. Oftewel, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Wat wel heel handig is, is de app BrainTOS. Echt een super handige app. Ik gebruik hem echt dagelijks. Ik gebruik hem heel veel. Vorige week was ik een weekendje weg. Toen zat ik in de auto en toen waren er nog een paar dingen die blijkbaar nog in mijn hoofd zaten. Nou, die heb ik allemaal even met BrainTOS in BrainTOS gezet. Zo kwamen ze in mijn mailbox terecht en kon ik ze vanuit daar weer verder verwerken in mijn takenlijst. Nou, wat is BrainTOS? Het is een superhandige app eigenlijk om dat soort to-do's te verzamelen, om ervoor te zorgen dat je ze niet in je hoofd hoeft te onthouden, maar ook dat je ze niet vergeet en dat je gewoon lekker relaxed je avond in kunt gaan of bijvoorbeeld je weekend. Nou, hoe ziet dat eruit? Het is echt een superhandige app. Het ziet er zo uit. En wat je hiermee kunt doen, is je kunt dus bijvoorbeeld voice memo's kun je opnemen. Je kunt notities kun je naar jezelf sturen of je kunt foto's maken. En alles wat je hierin zet, dat wordt meteen in een mailtje naar jouw e-mail gezet. Nou, wat ik briljant vind aan de voice memo, is als ik nu een berichtje zou inspreken, dat hij dat berichtje dus opstuurt in een mailtje. En misschien, zelfs als hij het goed kan verstaan, al een stukje van de tekst voor je uittypt wat je precies had ingesproken. Nou, dat is wel echt briljant, toch? Ja, nou, dat vind ik dus wel. En wat ik ook een hele handige functie vind, is dat je dus foto's kunt maken van dingen die meteen in je mailbox terechtkomen. En je kunt dus met één druk op de knop een hele korte notitie naar jezelf sturen. En die komt dan ook meteen in jouw onderwerpregel te staan in jouw mailbox. Nou, we hebben dus nu een paar dingetjes naar mijn mailbox gestuurd. Dus laten we eens even kijken hoe dat er dan nu uitziet. Nou, je ziet hier BrainTOS, BrainTOS, BrainTOS. 5 mailtjes van BrainTOS. Dat zijn natuurlijk allemaal tests die ik net eventjes voor je heb gemaakt. Nou, de eerste is Here's your BrainTOS. Nou, dat is een voice berichtje. Die kun je aanklikken en die kun je dan vervolgens kun je die afluisteren van, oh ja, wat had ik ook weer ingesproken. Super handig als je bijvoorbeeld in de auto zit en ineens een rant hebt. Alhoewel je natuurlijk dan alsnog wel eerst de app moet openen en dan de voice knop moet indrukken. Tenzij je bijvoorbeeld Siri hebt, dan kun je dat op die manier natuurlijk ook wel aansturen. Hiermee zou je bijvoorbeeld, dit is een test 1, 2, 3, dat is natuurlijk een notitie, je ziet het. De tekst die ik heb ingesproken, die komt als het een korte tekst is meteen in de onderwerpsregel te staan. En als het wat langere tekst is, dan voegt hij hem toe ook in de tekst van de e-mail of zelfs in een kladboek notitie. Dus op deze manier kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, vanuit dit mailtje zet ik hem heel even op mijn takenlijst, zodat ik vanuit daar weer er op een later moment verder naar kan kijken. Dat is dus wat ik heel vaak doe met dit soort dingen. Ik vind het alsnog wel belangrijk om het OBO-model, als je al eerder bij mij training hebt gevolgd, dan weet je waar ik het over heb, om het OBO-model hier ook op toe te passen. Dus je opent een mailtje, je beslist daarover en je organiseert de uitkomst daarvan bijvoorbeeld op je takenlijst. Dus ik zou nu dan van dit mailtje meteen een taak maken, want daar moet ik natuurlijk iets mee doen. Nou, als je een foto maakt, ik heb even een foto van mijn kat gemaakt, die hier naast mij ligt te slapen onder de tafel. Die wil altijd bij mij in de buurt zijn op de een of andere manier. Die heb ik hier nu eventjes als voorbeeld naar mezelf toegestuurd. Vanuit hier kun je natuurlijk gewoon meteen die foto opslaan. Super makkelijk om op die manier in plaats van je telefoon iets in de cloud te moeten zetten, vanuit de cloud te moeten synchroniseren en downloaden. Dit is eigenlijk gewoon een stuk sneller. Nou, en zo ga zo maar door. Het is echt gewoon, ja, het is echt super makkelijk. Je kunt dus ook meteen beginnen met notities, zoals ik het hier ook eventjes in de tekst heb gezet. Je kunt dus in BrainTOS je voorkeur instellen wat jij het liefst gebruikt. Als ik de BrainTOS app open, heb ik ingesteld dat mijn voorkeur is, ik wil dan meteen een notitie kunnen intypen, zodat ik met één druk op de knop meteen typen, send, huppakee, zit in mijn mailbox en vanuit daar ga ik het pas weer verder verwerken. En dan kan ik het dus helemaal loslaten. Nou, al met al, ik vind het echt een super handige app. Ik gebruik hem dus echt dagelijks. Ik zou hem je aanraden om hem gewoon een keertje te downloaden, uit te testen, kijken of het voor je werkt. Het is in ieder geval een stuk makkelijker dan je mail-app openen, daar een mailtje typen, je e-mailadres intypen, een onderwerpsregel erin zetten en dan naar jezelf te verzenden. Dat kost een stuk meer tijd dan gewoon eventjes de BrainTOS-app openen, meteen een notitie erin te zetten en dan wordt hij in je mail meteen
omgezet naar een tekstbestandje. Dus super handig. Ik hoop dat je weer blij bent met deze tip en ik zie je weer in een volgende video.